Aankomende donderdag is het Bevrijdingsfestival. Wij vroegen de mensen op straat waarom zij naar het Bevrijdingsfestival gaan. Het Bevrijdingsfestival. Weet je wat het Bevrijdingsfestival is? Ja, het vieren van de bevrijding. En ga je naar het Bevrijdingsfestival toe? Ja, in Zwolle. Ja, in Zwolle. Heb je de line-up toevallig gezien? Ja, ik kom eigenlijk voor Ilse de Lange. En heb je de rest ook gezien? Ja, maar de rest is echt wel niet zoveel, dus ik ga vooral voor Ilse de Lange. Dus je kent de namen als Gabriel Rios en Rob Koen, dat zeg je helemaal niks? Nou, Rob Koen wel, maar ja, het zegt me wel wat, maar nou ja, dat ik er niet echt dat ik er speciaal voor naartoe kom. Okay, als ik zeg Bevrijdingsfestival, wat zeg jij dan? Dan zeg ik muziek, dan zeg ik 5 mei met name eigenlijk. Dus een beetje vieren dat we vrijheid hebben. En dat we in Nederland zonder al te veel problemen een beetje onze eigen mening mogen verkondigen en doen laten wat we willen. Ga je naar het Bevrijdingsfestival toe? Ik ga er wel heen, ja. Ja, overdag. Ik ben vrij, dus waarom niet? Met vrienden, in je eentje, met een grote groep, kleine groep? Ik ga met mijn vrouw en een bevriend stel gaan we daarheen. Dus dat zijn wel een paar concertjes gaan we heen. Ik ga waarschijnlijk s'avonds nog met een vriend van mij gaan we nog wat dingetjes af. Maar voor de rest... Een speciale act waar je voor komt, van ze zegt, die moet ik zien? Nou, nee. Als, Van Velsen was er vorig jaar, die had ik heel graag weer willen zien, maar die is er helaas niet. Ik ga nog wel eens langs Ilse de Lange en ik wou heel graag Mook zien, s'avonds. Met het Metropool Orkest hoorde ik dat ze gaan spelen. Daar was ik toch wel erg benieuwd naar. Oké, nou dankjewel. Als ik zeg Bevrijdingsfestival, wat zeggen jullie dan? Vrijheid. Vrijheid, muziek. Een festival. Een vrij leven, zonder onderdrukking en alles is mogelijk. Oké, gaan jullie nog naar het Bevrijdingsfestival toe? Ik moet helaas werken, dus ik moet dit jaar voorbij laten gaan. Maar ik ga wel, elk jaar. En nog een speciale act die je wil zien? Nou, dat niet echt. Meer de hele sfeer, gezelligheid. Ga je met vrienden of... Ja, met vrienden, inderdaad. Grote groep? Nou, met z'n 8 of zo. Oké, dus ja. Sowieso een gezellig dagje ervan maken. Inderdaad, ja. Oké, dankjewel.